Het belooft dit jaar een warme moederdag te worden, met in het binnenland op uitgebreide schaal 25 graden of meer. Daarbij is er overigens wel kans op een enkele regen- of onweersbui. Eigenlijk lijkt het er een hele mooie moederdag te gaan worden. Met vooral flink wat zonneschijn. Maar er is wel risico op een bui. Daar kom ik zo meteen op terug. Het is in ieder geval niet koud. Afgelopen nacht daalde de temperatuur in het oosten van Nederland nog wel tot iets onder het vriespunt. Maar de vorst behoort tot het verleden. De temperaturen liggen echt op een ander niveau. En met name morgen is dat het geval. Vandaag trekt er nog een regengebied over. Die regen verlaat ons land vanavond. Vannacht is het droog. Maar morgenochtend kan er dan, vooral in het westen van het land, toch nog wel een enkele regen. Of onweersbuien overtrekken. Ook daar wordt het geleidelijk aan droog. En pas in de late avond en in de nacht naar maandag dienen zich weer nieuwe buien aan. En. Zoals gezegd, de temperatuur gaat omhoog. Vandaag is het nog een beetje killetjes. Vanavond en vannacht dan gaat de temperatuur eigenlijk nauwelijks omlaag. Minimaal een graad of tien. En morgen ja, dan loopt die temperatuur snel op. En in het binnenland wordt het zelfs op uitgebreide schaal zomers warm. En ook morgenavond ligt de temperatuur nog op een aangenaam niveau. Sterker nog, maandagochtend is het ook allesbehalve koud. Met zo'n 15 of 16 graden. Maar dan zijn er dus wel her en der een paar buien actief. Nou, vanavond trekt dus de regen via de noordelijke provincies het land uit. Het wordt niet alleen droog. Het begint ook voorzichtig op te klaren. De temperatuur loopt vanavond nog eventjes wat op. En vannacht wordt het niet veel kouder dan zo'n 11 graden. Het is een beetje nevelig, maar wel overal droog. Morgenochtend snel oplopende temperaturen, maar vooral in het westen van Nederland toch wel het risico dat er een regen- of onweersbui passeert. Dat is tijdelijk. Daarna klaart het ook daar even heel mooi op. Lopen de temperaturen ook flink op? Maar in de late avond en in de nacht naar maandag, ja, dan dienen zich opnieuw, vooral in het westen van Nederland, een aantal onweersbuien aan. Hoogste temperaturen in het zuidoosten van het land? Tot zo'n 27 graden aan toe. Nou, die temperaturen blijven niet zo hoog. Vanaf maandag gaat de temperatuur wel wat omlaag, maar het wordt wat normaler voor de tijd van het jaar. Geen vorst in de nachten, af en toe zonneschijn en er valt zo nu en dan een bui. Het lijkt groeizaam lenteweer te worden. Fijne moederdag.